Goede nieuws, volgens Johannes. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was een God. Deze was in het begin bij God. Alle dingen zijn door bemiddeling van Hem ontstaan, en afgescheiden van Hem is zelfs niet één ding ontstaan. Wat is ontstaan door bemiddeling van Hem was leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet overweldigd. Er stond een mens op, die als een vertegenwoordiger van God werd uitgezonden. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, ten einde getuigenis af te leggen omtrent het licht. Opdat alle soorten van mensen door bemiddeling van hem zouden geloven. Niet hij was dat licht, maar hij moest getuigenis afleggen omtrent dat licht. Het ware licht, dat alle soorten van mensen licht geeft, stond op het punt in de wereld te komen. Hij was in de wereld, en de wereld is door bemiddeling van hem ontstaan. Maar de wereld kende hem niet. Hij kwam tot zijn eigen huis. Maar de zijnen namen hem niet tot zich. Doch aan alle die hem wel ontvingen heeft hij autoriteit gegeven Gods kinderen te worden, omdat zij geloof oefenden in zijn naam. En zij zijn niet uit bloed, noch uit een vleeselijke wil, of uit de wil van een man geboren, maar uit God. Het woord nu is vlees geworden en heeft onder ons verblijf gehouden, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid zoals die van een enige geboren zoon van een vader. En hij was vol onverdiende goedheid en waarheid. Johannes heeft over hem getuigenis afgelegd. Ja, hij heeft het in feite uitgeroepen. Deze was degene die het zei: zeggende: Degene die na mij komt, is mij vooruit gegaan, want hij bestond voor mij. Want wij alle hebben uit Zijn volheid ontvangen, zelfs onverdiende goedheid op onverdiende goedheid. Want de wet werd door bemiddeling van Mozes gegeven. De onverdiende goedheid en de waarheid zijn door bemiddeling van Jezus Christus gekomen. Geen mens heeft ooit God gezien. De enige geboren God, die in de boezempositie bij de Vader is, die heeft hem verklaard. Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de joden, priesters en levieten uit Jeruzalem naar hem toezonden om hem te vragen, Wie zijt gij? En hij beleed, en hij ontkende het niet, maar beleed, Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem, Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zei, Dat ben ik niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, Nee. Daarom zeiden ze tot hem: Wie zijt gij? Opdat wij een antwoord kunnen geven aan hen die ons hebben gezonden. Wat zegt gij over uzelf? Hij zei: Ik ben een stem van iemand die in de wildernis roept: Maak de weg van Jehovah recht. Zoals de profeet Jezaja heeft gezegd. De uitgezondenen nu waren uit de Fariseeën. En zij vroegen hem en zeiden tot hem: Waarom doopt gij dan? Als gij zelf niet de Christus of Elia of de Profeet zijt. Johannes antwoordde hun door te zeggen: Ik doop in water. In uw midden staat iemand die gij niet kent, degene die na mij komt, maar wiens sandaalriem ik niet waardig ben los te maken. Deze dingen gebeurden in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. De volgende dag zag Hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei, Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Na mij komt een man die mij is vooruitgegaan, want hij bestond voor mij. Ook ik kende hem niet. Maar de reden waarom ik in water kwam dopen, was dat hij aan Israël openbaar gemaakt zou worden. Johannes legde eveneens getuigenis af door te zeggen. Ik zag de Geest gelijk een duif uit de hemel neerdalen, en hij bleef op hem. Ook ik kende hem niet, maar degene die mij heeft gezonden om in water te dopen, die heeft tot mij gezegd: Degene op wie gij de Geest ziet neerdalen en blijven, die is het die een Heilige Geest doopt. En ik heb het gezien, en ik heb getuigenis afgelegd dat deze de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, Zie, het lam Gods. En de twee discipelen hoorden hem spreken en zij volgden Jezus. Jezus nu keerde zich om en toen hij zag dat zij hem volgden, zei hij tot hen, Wat zoekt gij? Zij zeiden tot hem, Rabbi, hetgeen vertaald betekent leraar, waar houdt gij verblijf? Hij zei tot hen: Kom, dan zult gij het zien. Daarop gingen zij mee en zagen waar hij verblijf hield. En zij bleven die dag bij hem. Het was ongeveer het tiende uur. Een van de twee die hadden gehoord wat Johannes had gezegd en Jezus waren gevolgd, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Deze vond eerst zijn eigen broer Simon en zei tot hem: Wij hebben de Messias, hetgeen vertaald betekent Christus gevonden. Hij bracht hem bij Jezus. Jezus keek hem aan en zei: "Gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult Cephas, dat vertaald wordt met Petrus, worden genoemd." De volgende dag wilde hij naar Galilea vertrekken. En Jezus vond Filippus en zei tot hem: "Wees mijn volgeling." Filippus nu was uit Bethsaida. Uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tot hem: Wij hebben degene gevonden over wie Mozes in de wet en de profeten hebben geschreven. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Maar Nathanael zei tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tot hem: Kom dan kijken. Jezus, Zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: Zie, stellig een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem: Hoe komt het dat gij mij kent? Jezus gaf hem ten antwoord: Voordat Filippus u riep, terwijl gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde hem: Rabbi, gij zijt de zoon van God. Gij zijt koning van Israël. Jezus gaf hem ten antwoord. Omdat ik tot u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. Verder zei hij tot hem. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u lieden, gij zult de hemel geopend zien, en de engelen gods zien opstijgen en neerdalen tot de zoon des mensen. Op de derde dag nu, vond er te Cana in Galilea een bruiloftsfeest plaats, en de moeder van Jezus was daar. Jezus en zijn discipelen waren eveneens tot het bruiloftsfeest uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot hem: Ze hebben geen wijn. Maar Jezus zei tot haar: Vrouw, wat heb ik met u te maken? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot hem, die bedienden, wat hij u ook zegt, doe dat. Nu stonden daar zes stenen waterkruiken, zoals volgens de reinigingsvoorschriften van de Joden werd vereist, die elk twee of drie vloeistofmaten konden bevatten. Jezus zei tot hen, Vult de waterkruiken met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tot hen, Schep er nu wat uit en breng het naar de feestleider. En zij brachten het. Toen u de feestleider het water dat in wijn was veranderd proefde, maar niet wist waar het vandaan kwam, of schoon de bediende die het water hadden geschept het wel wisten, riep de feestleider de bruidegom en zei tot hem: ieder ander mens zet eerst de voortreffelijke wijn voor, en wanneer men dronken is de mindere. Gij hebt de voortreffelijke wijn tot nu bewaard. Dit verrichtte Jezus de Kana en Galilea als het begin van zijn tekenen, en hij maakte zijn heerlijkheid openbaar. En zijn discipelen stelden hun geloof in hem. Hierna daalde hij met zijn moeder en broers en zijn discipelen af naar Capernaum. Maar ze bleven daar niet vele dagen. Nu was het Pascha der Joden nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En in de tempel trof hij de verkopers van runderen en schapen en duiven aan en de geldhandelaars die daar op hun plaats zaten. En nadat hij een zweep van touwen had gemaakt Dreef hij en alle de tempel uit, met de schapen en runderen, en hij stortte de geldstukken van de geldwisselaars uit en keerde hun tafels om. En tot de duivenverkopers zei hij: Neem deze dingen hier vandaan. Maak het huis van mijn vader niet langer tot een huis van koopwaar. Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden dan gaven hem ten antwoord, wat voor teken kunt gij ons laten zien, aangezien gij deze dingen doet? Jezus gaf hun ten antwoord: breek deze tempel af, en in drie dagen zal ik hem oprichten. Daarop zeiden de Joden: deze tempel werd in 46 jaar gebouwd, en zult gij hem in drie dagen oprichten? Hij sprak echter over de tempel van zijn lichaam. Toen hij evenwel uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit meermalen had gezegd en zij geloofde de schrift en het woord dat Jezus had gesproken. Toen hij echter in Jeruzalem op het feest van het Pascha was stelden vele mensen hun geloof in zijn naam daar zij de tekenen zagen die hij verrichtte. Maar Jezus zelf vertrouwde zich niet aan hen toe omdat hij hen alle kende en omdat het voor hem niet nodig was dat iemand getuigenis omtrent de mens aflegde want hij wist zelf wat er in de mens was. Nu was er onder de fariseeën een mens wiens naam Nicodemus was, een regeerder der joden. Deze kwam in de nacht bij hem en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God zijt gekomen als leraar, want niemand kan die tekenen verrichten welke gij verricht, indien God niet met hem is. Jezus gaf hem ten antwoord, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien iemand niet wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien? Nicodemus zei tot hem: Hoe kan een mens worden geboren als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede maal in de schoot van zijn moeder gaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Indien iemand niet uit water en geest wordt geboren, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees is geboren, is vlees. En wat uit de geest is geboren, is vlees. Is geest. Verwonder u niet, omdat ik tot u zei: Gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort het geluid ervan, maar gij weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest is geboren. Nicodemus gaf hem ten antwoord: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus gaf hem ten antwoord, Zijt gij een leraar Israëls, en weet toch deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten, en wij leggen getuigenis af van wat wij hebben gezien. Maar gij, lieden, neemt het getuigenis dat wij geven niet aan. Indien ik u lieden aardse dingen heb gezegd, en gij nochtans niet gelooft, hoe zult gij dan geloven indien ik u hemelse dingen vertel? Bovendien is geen mens tot in de hemel opgestegen, dan Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des Mensen. En zoals Mozes in de wildernis de slang heeft omhooggeheven, zo moet ook de Zoon des Mensen worden omhooggeheven, opdat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft de wereld zo zeer lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die geloof oefent in hem niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld uitgezonden, opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door bemiddeling van hem gered zou worden. Hij die geloof oefent in hem, wordt niet geoordeeld. Hij die geen geloof oefent, is reeds geoordeeld, omdat hij geen geloof heeft geoefend in de naam van de ene geboren zoon van God. Dit nu is de basis voor het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen. Maar de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, omdat hun werken goddeloos waren. Want hij die verachtelijke dingen beoefent, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet worden terechtgewezen. Maar hij die doet wat waar is, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden gemaakt. Als werken die in overeenstemming met God zijn gedaan. Na deze dingen gingen Jezus en zijn discipelen het land van Judea in, en daar bracht hij enige tijd met hen door en doopte er. Maar Johannes doopte ook in Enon, bij Salem, omdat daar een grote hoeveelheid water was, en er bleven mensen komen die werden gedoopt. Johannes was namelijk nog niet in de gevangenis geworpen. Daarom rezen van de zijde van de discipelen van Johannes een twistgesprek met een Jood betreffende de reiniging. En zij kwamen bij Johannes en zeiden tot hem: "Rabbi, de man die met u was aan de overkant van de Jordaan, van wie gij getuigenis hebt afgelegd, zie, die is aan het dopen en alle gaan naar hem toe." Johannes gaf ten antwoord: "Een mens kan geen enkel ding ontvangen, tenzij het hem vanuit de hemel gegeven is." Gelieden zelf, getuigt van mij dat ik heb gezegd: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Hij die de bruid heeft, is de bruidegom. De vriend van de bruidegom, echter, die erbij staat en hem hoort, heeft grote vreugde om de stem van de bruidegom. Daarom is deze vreugde van mij volkomen geworden. Hij moet blijven toenemen, maar ik moet blijven afnemen. Hij die van boven komt, is boven alle anderen. Hij die uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt over dingen der aarde. Hij die uit de hemel komt, is boven alle anderen. Wat hij gezien en gehoord heeft, daarvan legt hij getuigenis af. Maar geen mens aanvaardt zijn getuigenis. Wie zijn getuigenis heeft aanvaard, heeft er zijn zegel op gedrukt dat God waarachtig is. Want hij die door God is uitgezonden, spreekt de woorden van God. Want hij geeft de geest niet met mate. De vader heeft de zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Hij die geloof oefent in de zoon heeft eeuwig leven. Hij die de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de gramschap gods blijft op hem. Toen u de Heer te weten kwam dat de farizeeën hadden gehoord dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Hoewel Jezus in feite zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok weer naar Galilea. Hij moest echter door Samaria gaan. Zo kwam hij bij een stad van Samaria, Sigar geheten, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. De bron van Jacob bevond zich ook daar. En vermoeid van de reis zat Jezus, zoals hij was, bij de bron. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw van Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar: Geef mij te drinken. Zijn discipelen waren namelijk de stad ingegaan om levensmiddelen te kopen. Daarop zei de Samaritaanse vrouw tot hem: Hoe kunt gij, ondanks dat gij een Jood zijt, te drinken vragen aan mij terwijl ik een Samaritaanse vrouw ben? Joden onderhoudde namelijk geen betrekkingen met Samaritanen. Jezus gaf haar ten antwoord: Indien gij de vrije gave Gods had gekend, en wist wie het is die tot u zegt: Geef mij te drinken, zoudt gij hem hebben gevraagd, en hij zou u levend water hebben gegeven. Zij zei tot hem: Mijn Heer, gij hebt niet eens een emmer om water te putten, en de put is diep. Waar haalt gij dat levende water dan vandaan? Gij zijt toch niet groter dan onze voorvader Jacob, die ons de put heeft gegeven en er zelf met zijn zonen en zijn vee uit heeft gedronken? Jezus gaf haar ten antwoord. Iedereen die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Al wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nimmer meer dorst krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal aan hem een bron van water worden dat opborrelt om eeuwig leven te schenken. De vrouw zei tot hem, mijn Heer, geef mij dat water, zodat ik geen dorst zal hebben, en ook niet meer naar deze plaats behoefte te komen om water te putten. Hij zei tot haar: Ga, roep uw man en kom naar deze plaats. De vrouw gaf ten antwoord: ik heb geen man. Jezus zei tot haar: Gij hebt goed gezegd. Een man heb ik niet, want gij hebt vijf mannen gehad en de man die gij nu hebt, is uw man niet. Dit hebt gij naar waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem, Mijn heer, ik bemerk dat gij een profeet zijt. Onze voorvaders hebben op deze berg aanbeden, maar gij lieden zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, Geloof mij, vrouw, het uur komt, waarin gij de vader nog op deze berg. Nog in Jeruzalem zult aanbidden. Gij lieden aanbid wat Gij niet kent. Wij aanbidden wat wij kennen, want de redding is uit de Joden. Maar het uur komt en is nu, waarin de ware aanbidders de Vader met geest en waarheid zullen aanbidden. Ja, want de Vader zoekt zulke mensen om hem te aanbidden. God is een geest, en wie hem aanbidden, moeten Hem met geest en waarheid aanbidden. De vrouw zei tot hem: Ik weet dat de messias komt, die Christus wordt genoemd. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alle dingen openlijk bekend maken. Jezus zei tot haar: Dat ben ik, die met u spreek. Op dit ogenblik nu kwamen zijn discipelen terug, en zij stonden verwonderd omdat hij met een vrouw sprak. Natuurlijk zei niemand: Wat zoekt gij? Of waarom praat gij met haar? De vrouw dan liet haar waterkruik in de steek en ging de stad in en zei tot de mensen: "Kom mee en zie een mens die mij alle dingen heeft verteld die ik gedaan heb. Zou dit niet misschien de Christus zijn?" Zij gingen de stad uit en begaven zich naar hem toe. Ondertussen drongen de discipelen bij hem aan en zeiden: "Rabbi, eet." Maar hij zei tot hen: "Ik heb voedsel te eten dat gij niet kent." Daarom zeiden de discipelen tot elkaar: Heeft iemand hem soms iets te eten gebracht? Jezus zei tot hen: Mijn voedsel is dat ik de wil doe van Hem die mij heeft gezonden en zijn werk volleindig. Zegt Gij niet dat het nog vier maanden zijn voordat de oogst komt? Ziet, ik zeg u: slaat uw ogen op en ziet de velden dat ze wit zijn om geoogst te worden. Reeds ontvangt de oogster loon en vergaat het vrucht voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de oogster zich samen verheugen. In dit opzicht is het gezegde werkelijk waar. Eén is de zaaier en een ander de oogster. Ik heb u uitgezonden om te oogsten, hetgeen u geen arbeid heeft gekost. Anderen hebben gearbeid en gij hebt de voordelen van hun arbeid geplukt. Velen der Samaritanen nu uit die stad, Stelde geloof in hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft mij alle dingen verteld die ik gedaan heb. Toen de Samaritanen daarom bij hem waren gekomen, vroegen ze hem bij hem te blijven. En hij bleef daar twee dagen. Dient ten gevolge geloofde er nog vele meer om wat hij zei. En zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet langer om wat gij gezegd hebt, want wij hebben het zelf gehoord. En wij weten dat deze man. Stellig de redder der wereld is. Na de twee dagen vertrok hij vandaar naar Galilea. Jezus zelf legde er echter getuigenis van af dat een profeet in zijn eigen land geen eer geniet. Toen hij daarom in Galilea aankwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alle dingen hadden gezien die hij in Jeruzalem op het feest had gedaan, want zij waren ook naar het feest gegaan. Zo kwam hij wederom te Cana in Galilea, waar hij het water in wijn had veranderd. Nu was er een zekere dienaar van de koning, wiens zoon in Capernaum ziek was. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want deze lag op sterven. Maar Jezus zei tot hem, Indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet. Zult gij geen zins geloven. De dienaar van de koning zei tot hem: Heer, kom voordat mijn jonge kind sterft. Jezus zei tot hem, Ga heen. Uw zoon leeft. De mens geloofde het woord dat Jezus tot hem sprak en ging heen. Maar terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn slaven hem reeds tegemoet om te zeggen dat zijn jongen leefde. Daarom informeerde hij bij hen naar het uur waarin zijn beterschap was ingetreden. Zij dan zeiden tot hem, gisteren op het zevende uur is de koorts van hem geweken. Toen wist de vader dat het in hetzelfde uur was waarin Jezus tot hem had gezegd, uw zoon leeft, en hij en zijn gehele huisgezin geloofden. Dit nu was het tweede teken dat Jezus verrichtte toen hij uit Judea, naar Galilea was gekomen. Na deze dingen was er een feest van de Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een waterbekken, in het Hebreeuws Bet geheeten met vijf zuilengangen. In deze gangen lagen menigte zieken, blinden, kreupelen en mensen met verdoorde ledematen. Er was echter een zeker mens die al 38 jaar ziek was. Toen Jezus deze zag liggen, en opdat hij besefte dat hij reeds lange tijd ziek was, zei hij tot hem: Wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem: Mijn Heer, ik heb geen mens die mij, wanneer het water in beroering komt, in het bekken brengt. Maar terwijl ik eraan kom, daalt een ander voor mij erin af. Jezus zei tot hem: Sta op, neem uw veldbed op en loop. En onmiddellijk werd de mens gezond en hij nam zijn veldbed op en liep. Nu was het Sabbat op die dag. Daarom zeiden de Joden tot de genezende, Het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het veldbed te dragen. Maar hij antwoordde hun, die mij gezond heeft gemaakt, die heeft tot mij gezegd, Neem uw veldbed op en loop. Zij vroegen hem: Wie is de mens die tot u heeft gezegd: Neem het op en loop? De man die gezond was gemaakt wist echter niet wie hij was, want Jezus had zich verwijderd omdat er een schare ter plaatse was. Na deze dingen trof Jezus hem in de tempel aan en zei hem: Zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niets ergers overkomt. De mens ging heen en vertelde aan de Joden dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt. Om die reden nu gingen de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar hij antwoordde hun: Mijn vader is tot nu toe blijven werken, en ik blijf werken. Om die reden dan waren de Joden er nog meer op uit hem te doden omdat hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde, waardoor hij zichzelf aan God gelijk maakte. Daarom gaf Jezus hun verder ten antwoord: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan geen enkel ding uit zichzelf doen, maar alleen wat hij de vader ziet doen. Want al wat die doet, dat doet ook de zoon evenzo. Want de vader heeft genegenheid voor de zoon. En laat hem alle dingen zien die hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken dan deze laten zien, opdat gij u zult verwonderen. Want evenals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want de Vader oordeelt volstrekt niemand, maar heeft het gehele oordeel in handen van de zoon gelegd, opdat alle de zoon zouden eren, evenals zij de Vader eren. Hij die de zoon niet eert, eert de vader niet, die hem heeft gezonden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven, en hij komt niet in het oordeel, maar is uit de dood tot het leven overgegaan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, het uur komt en is nu, waarin de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En zij die er acht hebben geslagen zullen leven want evenals de vader leven heeft in zichzelf zo heeft hij ook de zoon gegeven leven in zichzelf te hebben en hij heeft hem autoriteit gegeven om te oordelen omdat hij de zoon des mensen is verwondert u hierover niet want het uur komt waarin alle die in de herinneringsgraven zijn zijn stem zullen horen en tevoorschijn zullen komen zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens. Zij die verachtelijke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des oordeels. Ik kan geen enkel ding uit mijzelf doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En het oordeel dat ik fel, is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn eigen wil, maar de wil van Hem die mij heeft gezonden. Indien alleen ik over mijzelf getuigenis afleg, is mijn getuigenis niet waarachtig. Er is een ander die getuigenis over mij aflegt, en ik weet dat het getuigenis dat hij over mij aflegt waarachtig is. Gij hebt mensen naar Johannes gezonden, en hij heeft getuigenis van de waarheid afgelegd. Ik neem echter het getuigenis van een mens niet aan, maar ik zeg deze dingen opdat gij gered moogt worden. Die man was een brandende en schijnende lamp, en een korte tijd heeft gij u ten zeerste in zijn licht willen verheugen. Het getuigenis echter dat ik heb, is groter dan dat van Johannes. Want het zijn juist de werken die mijn vader mij heeft toegewezen om te volbrengen, de werken zelf die ik doe, die getuigenis over mij afleggen dat de vader mij heeft gezonden. Ook de vader zelf die mij heeft gezonden, heeft getuigenis over mij afgelegd. Zijn stem hebt gij nimmer gehoord, noch zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt gij niet blijvend in u omdat gij degene die hij gezonden heeft niet gelooft. Gij onderzoekt de schriften, omdat gij denkt dat gij door bemiddeling daarvan eeuwig leven zult hebben. En deze leggen juist getuigenis over mij af. En toch wilt gij niet tot mij komen, opdat gij leven moogt hebben. Ik neem geen heerlijkheid van mensen aan, maar ik weet wel dat gij de liefde Gods niet in u hebt. Ik ben in de naam van mijn vader gekomen. Maar gij aanvaardt mij niet. Indien iemand anders in zijn eigen naam kwam, zoudt gij hem aanvaarden? Hoe kunt gij geloven, wanneer gij heerlijkheid van elkaar aanneemt en niet de heerlijkheid zoekt die van de enige God komt? Denk niet dat ik u bij de vader zal aanklagen. Eén is er die u aanklaagt: Mozes, op wie gij uw hoop hebt gesteld. Indien gij trouwens Mozes had geloofd, zoudt gij mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar indien gij de geschriften van hem niet gelooft, hoe zult gij dan mijn woorden geloven? Na deze dingen vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, of Tiberias. Maar een grote schare bleef hem volgen, omdat zij de tekenen zagen die hij aan de zieken verrichtte. Daarom ging Jezus een berg op en zat daar neer met zijn discipelen. Nu was het Pascha, het feest der Joden nabij. Toen Jezus dan zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote schare naar hem toe kwam, zei hij tot Filippus: "Waar zullen wij broden kopen, zodat zij kunnen eten?" Dit zei hij echter om hem op de proef te stellen, want zelf wist hij wat hij ging doen. Filippus antwoordde hem: de waarde van 200 dinari aan brood is niet genoeg voor hen. Ook al zou ieder maar weinig krijgen. Eén van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tot hem: Er is hier een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft. Maar wat is dit onder zoveel? Jezus zei: Laat de mensen aanliggen zoals bij een maaltijd. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen dan lagen aan. Ongeveer vijfduizend in getal. Toen nam Jezus de broden en na een dankgebed te hebben uitgesproken, deelde hij ze uit aan hen die aanlagen. Insgelijks ook de visjes, zoveel als zij er maar van wilden. Toen zij nu verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen: Verzamel de overgebleven brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij verzamelden die dus. En vulde twaalf manden met brokken van de vijf gerstebroden, welke door hen die hadden gegeten waren overgelaten. Toen de mensen derhalve de tekenen zagen die hij verricht had, zeiden zij: Dit is stellig de profeet die in de wereld zou komen. Daar Jezus wist dat zij wilden komen en hem wilden grijpen om hem koning te maken, trok hij zich wederom op de berg terug, geheel alleen. Toen het avond werd, Daalden zijn discipelen af naar de zee, en nadat zij in een boot waren gestapt, zetten zij koers naar de overkant van de zee in de richting van Capernaum. Tegen deze tijd nu was het donker geworden, en Jezus was nog niet bij hen gekomen. Ook werd de zee woelig, omdat er een sterke wind waaide. Toen zij echter vijf of zes kilometer hadden afgelegd, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij de boot komen, en zij werden bevreesd. Maar hij zei tot hen: Ik ben het, vrees niet. Daarom waren zij bereid hem in de boot op te nemen, en vlak daarop bereikte de boot het land waarheen zij trachten te gaan. De volgende dag zag de schare, die aan de andere kant van de zee stond, dat er alleen maar een kleine boot was, en geen andere, en dat Jezus niet met zijn discipelen in de boot was gegaan, maar dat alleen zijn discipelen waren vertrokken. Er kwamen echter boten uit Tiberias, dicht bij de plaats. Waar zij nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken, het brood hadden gegeten. Toen de schade daarom zag dat Jezus daar niet was, en evenmin zijn discipelen, stapten zij in hun bootjes en kwamen naar Capernaum om Jezus te zoeken. Toen zij Hem dan aan de overkant van de zee vonden, zeiden ze tot Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voorwaar, ik zeg U, Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen hebt gezien, maar omdat gij van de broden hebt gegeten en verzadigd zijt geworden. Werk niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft, voor het eeuwige leven dat de Zoon des mensen u zal geven. Want op hem heeft de Vader, ja God, zijn zegel van goedkeuring gedrukt. Daarom zeiden ze tot hem: "Wat zullen we doen om de werken Gods te werken?" Jezus gaf hun een antwoord: dit is het werk Gods, dat gij geloof oefent in hem, die hij uitgezonden heeft. Daarom zeiden ze tot hem, Wat verricht gij dan als teken, opdat wij het kunnen zien en u geloven? Wat voor werk doet gij? Onze voorvaders hebben het manna gegeten in de wildernis, zoals er geschreven staat, hij gaf hun brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tot hen, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes, heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is degene die uit de hemel neerdaalt en leven aan de wereld geeft. Daarom zeiden ze tot hem: Heer, geef ons altijd dit brood. Jezus zei tot hen: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer krijgen. En wie in mij geloof oefent, zal nooit meer dorst krijgen. Maar ik heb tot u gezegd: Gij hebt mij gezien, en toch gelooft gij niet. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik geen zins verdrijven. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om mijn wil te doen, maar de wil van Hem die mij heeft gezonden. Dit is de wil van Hem die mij heeft gezonden, dat ik niets, van al wat hij mij heeft gegeven, verloren laat gaan, maar dat ik het op de laatste dag opwek. Want dit is de wil van mijn vader, dat een ieder die de zoon aanschouwt en in hem geloof oefent, eeuwig leven heeft, en ik zal hem op de laatste dag opwekken. De joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef? Wiens vader en moeder wij kennen? Hoe kan hij dan nu zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus gaf hun een antwoord: Houd ermee op onder elkaar te murmureren. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij heeft gezonden hem trekt. En ik zal hem op de laatste dag opwekken. Er staat geschreven in de profeten: En zij zullen allen door Jehovah worden onderwezen. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat enig mens de Vader heeft gezien, behalve hij die van God afkomstig is. Die heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw voorvaders hebben in de wildernis het manna gegeten en zijn niet te min gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. Opdat een ieder ervan kan eten en niet zal sterven. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En werkelijk, het brood dat ik zal geven, is mijn vlees ten behoeve van het leven der wereld. Toen twisten de Joden onder elkaar en zeiden: Hoe kan deze man ons zijn vlees te eten geven? Derhalve zei Jezus tot hen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: indien gij het vlees van de zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie zich met mijn vlees voedt en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem op de laatste dag opwekken. Want mijn vlees is waar voedsel en mijn bloed is ware drank. Wie zich met mijn vlees voedt en mijn bloed drinkt. Blijft in eendracht met mij, en ik in eendracht met hem. Evenals de levende Vader mij heeft uitgezonden, en ik leef vanwege de Vader, zo ook hij die zich met mij voedt. Ja, ook hij zal leven vanwege mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals toen uw voorvaders aten en toch zijn gestorven. Wie zich met dit brood voedt, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij, toen hij in een openbare vergadering te Capernaum onderwees. Toen velen van zijn discipelen dit daarom hoorden, zeiden zij, deze reden is ergerlijk, wie kan er naar luisteren? Maar Jezus, die bij zichzelf wist dat zijn discipelen hierover murmureerden, zei tot hen, Wordt gij hierdoor tot struikelen gebracht? Wat dan wel, indien gij de zoon des mensen zou zien opstijgen tot waar hij tevoren was? Het is de geest die levengevend is. Het vlees is van volstrekt geen nut. De woorden die ik tot u heb gesproken zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Jezus wist namelijk van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. Terhalve, zei hij verder, daarom heb ik u gezegd, Niemand kan tot mij komen, tenzij het hem door de Vader gegeven is. Ten gevolge hiervan keerde vele van zijn discipelen zich tot de dingen die zij hadden achtergelaten, en wandelde voortaan niet meer met hem. Daarom zei Jezus tot de twaalf, Wilt ook gij niet heen gaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heer, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven, en we hebben geloofd en zijn te weten gekomen dat Gij de heilige God zijt. Jezus antwoordde hun: Heb ik niet u twaalf uitgekozen? Toch is één van u een lasteraar. Hij sprak in werkelijkheid van Judas, de zoon van Simon Iskariot, want deze zou hem verraden, ofschoon hij één van de twaalf was. Na deze dingen nu bleef Jezus in Galilea rondwandelen, want hij wilde niet in Judea rondwandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Het feest der Joden, het Lofuttefeest, was echter nabij. Daarom zeiden zijn broers tot hem: Vertrek van hier en ga naar Judea, opdat ook uw discipelen de werken kunnen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen, als hij zelf de openbaarheid zoekt. Indien gij deze dingen doet. Maak u dan aan de wereld openbaar? Zijn broers oefenden in werkelijkheid geen geloof in hem. Daarom zei Jezus tot hen: Mijn bestemde tijd is er nog niet, maar uw bestemde tijd is altijd nabij. De wereld heeft geen reden u te haten, maar ze haat mij, omdat ik getuigenis betreffende haar afleg dat haar werken goddeloos zijn. Gaat gij op naar het feest? Ik ga nog niet op naar dit feest omdat mijn bestemde tijd nog niet volledig is gekomen. Nadat hij dan deze dingen tot hen had gezegd, bleef hij in Galilea. Toen echter zijn broers naar het feest waren opgegaan, ging hij zelf ook op, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden zochten hem daarom gedurende het feest en zeiden: Waar is die man? En onder de scharen werd er op gedempte toon veel over hem gesproken. Sommigen zeiden: Hij is een goed mens. Anderen zeiden: Dat is hij niet, maar hij misleidt de scharen. Niemand sprak natuurlijk in het openbaar over hem, uit vrees voor de Joden. Toen nu het feest reeds half voorbij was, begaf Jezus zich naar de tempel en ging er onderwijzen. De Joden dan stonden verwonderd en zeiden: Hoe kan deze man zo geleerd zijn, terwijl hij niet op de scholen heeft gestudeerd? Daarop antwoordde Jezus hun en zei: Wat ik leer. Is niet van mij, maar behoort hem toe die mij heeft gezonden. Indien iemand zijn wil wenst te doen, zal hij betreffende deze leer weten of ze uit God is, of dat ik uit mijzelf spreek. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid. Wie daarentegen de heerlijkheid zoekt van degene die hem heeft gezonden, die is waarachtig, en er is geen onrechtvaardigheid in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? Maar niemand van u te wet. Waarom zoekt gij mij te doden? De scharen antwoordden: Gij hebt een demon. Wie zoekt u te doden? Jezus gaf hen ten antwoord, een antwoord: Eén daad heb ik verricht, en allen staat gij verwonderd. Daarom heeft Mozes u de besnijdenis gegeven. Niet dat ze van Mozes afkomstig is, want ze komt van de voorvaders. En gij besnijdt een mens op een sabbat. Als een mens op een sabbat de besnijdenis ontvangt, opdat de wet van Mozes niet wordt overtreden, zijt gij dan hevig vertoornd op mij, omdat ik op een sabbat een mens geheel en al gezond heb gemaakt? Oordeel niet langer naar het uiterlijke aanzien, maar oordeel met een rechtvaardig oordeel. Toen zeiden sommige van de inwoners van Jeruzalem: Is dit niet de man die zij zoeken te doden? En zie nu eens. Hij staat in het openbaar te spreken, en zij zeggen: hem Niets! Zouden de regeerders soms met zekerheid te weten zijn gekomen dat dit de Christus is? Wij weten daarentegen waar deze man vandaan is. Wanneer echter de Christus komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt. Daarom riep Jezus, terwijl hij in de tempel leerde en zei: Gij kent mij, en gij weet waar ik vandaan ben. Ook ben ik niet uit mijzelf gekomen. Maar hij die mij gezonden heeft, bestaat werkelijk. En gij kent hem niet. Ik ken hem, omdat ik een vertegenwoordiger van hem ben, en hij heeft mij uitgezonden. Zij zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, omdat zijn uur nog niet was gekomen. Toch stelden velen van de schade geloof in hem, en zij begonnen te zeggen: wanneer de Christus gekomen zal zijn zal hij dan soms meer tekenen verrichten dan deze man heeft verricht de farizeeën hoorden dat de schare deze dingen over hun mondelde en de overpriesters en de farizeeën zonden beambten uit om hem te grijpen Jezus dan zei nog een korte tijd blijf ik bij u en dan ga ik naar hem die mij heeft gezonden gij zult mij zoeken maar gij zult mij niet vinden en waar ik ben kunt gij niet komen Daarom zeiden de Joden onder elkaar: Waar is deze man van plan heen te gaan, zodat wij hem niet zullen vinden? Hij is toch niet van plan naar de Joden te gaan die onder de Grieken verstrooid zijn, en de Grieken te onderwijzen? Wat betekent dit gezegde dat hij zei: Gij zult mij zoeken, maar gij zult mij niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen? Op de laatste dag nu, de grote dag van het feest, stond Jezus daar. En hij riep en zei: Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie geloof in mij stelt, zoals de schrift heeft gezegd, uit zijn binnenste zullen stromen van levend water vloeien. Hij zei dit echter betreffende de geest, welke zij die geloof in hem stelden binnenkort zouden ontvangen. Want er was nog geen geest, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Daarom zeiden sommigen van de scharen die deze woorden hoorden, dit is stellig de profeet. Anderen zeiden, dit is de Christus. Maar sommigen zeiden, de Christus komt toch feitelijk niet uit Galilea? Heeft de schrift niet gezegd dat de Christus uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, het dorp waar David gewoonlijk was? Daarom ontstond er onder de scharen verdeeldheid over hem. Sommigen van hen echter wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De beambten gingen daarom naar de overpriesters en farizeeën terug, en de laatste zeiden tot hen: Waarom hebt gij hem niet meegebracht? De beambten antwoordden: Nooit heeft iemand anders op deze wijze gesproken. Waarop de farizeeën antwoordden: Zijt gij soms ook misleid? Heet soms een van de regeerders? Of van de Fariseeën geloof in hem gesteld. Maar deze scharen die de wet niet kent, vervloekt zijn zij. Nicodemus, die vroeger tot hen was gekomen en die een van hen was, zei tot hen: Onze wet oordeelt toch niemand zonder hem eerst te hebben gehoord en te hebben vernomen wat hij doet? Zij gaven hem ten antwoord: Zijt gij soms ook uit Galilea? Onderzoek! en zie dat uit Galilea geen enkele profeet wordt verwekt. Jezus sprak daarom wederom tot hen en zei, Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal geen zins in duisternis wandelen, maar zal het licht des levens bezitten. De fariseeën dan zeiden tot hem, Gij legt getuigenis over uzelf af. Uw getuigenis is niet waar. Jezus gaf hen ten antwoord, Zelfs al leg ik getuigenis over mijzelf af, dan is mijn getuigenis toch waar, omdat ik weet van waar ik ben gekomen en waarheen ik ga. Gij echter weet niet van waar ik ben gekomen en waarheen ik ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel volstrekt niemand. En zelfs al oordeel ik wel, dan is mijn oordeel toch waarachtig, omdat ik niet alleen ben, maar de Vader die mij gezonden heeft, is met mij. Ook staat er in uw eigen wet geschreven: Het getuigenis van twee mensen is waar. Ik ben het die getuigenis over mijzelf afleg, en de Vader, die mij gezonden heeft, legt getuigenis over mij af. Daarom zeiden zij verder tot hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij zoudt kennen. Zoudt gij ook mijn vader kennen? Deze woorden sprak hij in de schatkamer toen hij in de tempel onderwees, maar niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet was gekomen. Daarom zei hij wederom tot hen: Ik ga heen, en gij zult mij zoeken, en nochtans zult gij in uw zonde sterven. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. De joden zeiden erop. Hij zal toch zichzelf niet doden? Want hij zegt: Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Hij dan zei verder tot hen: Gij zijt van de rijken beneden, ik ben van de rijken boven, gij zijt van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld. Daarom heb ik tot u gezegd: Gij zult in uw zonden sterven, want indien gij niet gelooft dat ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. Toen zeiden zij tot hem: wie zijt gij? Jezus zei tot hen: Waarom spreek ik eigenlijk nog tot u? Ik heb vele dingen over u te zeggen en daar een oordeel over uit te spreken. Trouwens, hij die mij gezonden heeft is waarachtig. En de dingen die ik van hem heb gehoord, spreek ik in de wereld. Zij begrepen niet dat hij tot hen sprak over de Vader. Daarom zei Jezus: Wanneer gij de Zoon des mensen eenmaal hebt omhoog geheven, dan zult gij weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe. Maar deze dingen spreek ik, zoals de Vader mij heeft geleerd. En hij die mij gezonden heeft, is met mij. Hij heeft mij niet aan mijzelf overgelaten, omdat ik altijd de dingen doe die hem behagen. Toen hij deze dingen sprak, stelde vele geloof in hem. Tot de Joden dan, die hem hadden geloofd, zei Jezus verder. Indien gij in mijn woord blijft, Zijt gij werkelijk mijn discipelen, En gij zult de waarheid kennen, En de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordde hem, Wij zijn Abrahams nageslacht, En wij zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe kunt gij dan zeggen, Gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Al wie zonde doet, Is een slaaf van de zonde. Bovendien blijft de slaaf niet voor eeuwig in het huisgezin. De zoon blijft voor eeuwig. Indien de zoon u daarom vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams nageslacht zijt, maar gij zoekt mij te doden, omdat mijn woord geen voortgang onder u maakt. Ik spreek de dingen die ik bij mijn vader heb gezien, en gij doet daarom de dingen die gij van uw vader hebt gehoord. Zij gaven hem ten antwoord: onze vader is Abraham. Jezus zei tot hen: indien gij Abraham's kinderen zijt, doe dan de werken van Abraham. Maar nu zoekt gij mij, een mens die u de waarheid heeft gezegd, welke ik van God heb gehoord te doden. Abraham heeft dit niet gedaan. Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden tot hem: wij zijn niet uit hoererei geboren, we hebben één vader, God. Jezus zei tot hen, Als God uw vader was, zoudt gij mij lief hebben, want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier. Ook ben ik volstrekt niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij uitgezonden. Hoe komt het dat gij niet verstaat wat ik spreek, omdat gij niet naar mijn woord kunt luisteren? Gij zijt uit uw vader de duivel en gij wenst de begeerte van uw vader te doen. Die was een doodslager toen hij begon, en hij stond niet vast in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij overeenkomstig zijn eigen aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Omdat ik daarentegen de waarheid zeg, gelooft gij mij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? Indien ik waarheid spreek, waarom gelooft gij mij dan niet? Wie uit God is, luistert naar Gods woorden. Daarom luistert gij niet, omdat gij niet uit God zijt. De Joden gaven hem ten antwoord, Zeggen wij niet met recht, gij zijt een Samaritaan en hebt een demon? Jezus antwoordde, Ik heb geen demon, maar ik eer mijn vader, en gij onteert mij. Ik zoek echter geen heerlijkheid voor mijzelf. Er is iemand die zoekt en oordeelt. Voor waar, voor waar, ik zeg u: indien iemand mijn woord onderhoudt, zal hij de doodstellig nooit zien. De Joden zeiden tot hem: Nu weten wij zeker dat gij een demon hebt. Abraham is gestorven, en ook de profeten. Maar gij zegt: indien iemand mijn woord onderhoudt, zal hij de doodstellig nooit smaken. Zijt gij soms groter dan onze vader Abraham die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie beweert gij te zijn? Jezus antwoordde, Indien ik mijzelf verheerlijk, is mijn heerlijkheid niets. Mijn Vader is het die mij verheerlijkt, van wie gij zegt dat hij uw God is. En toch hebt gij hem niet gekend. Maar ik ken hem. En als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, dan zou ik, evenals gij, een leugenaar zijn. Maar ik ken hem en onderhoud zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich ten zeerste wegens het vooruitzicht mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien en zich verheugt. Daarom zeiden de Joden tot hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar, en toch hebt gij Abraham gezien. Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham tot bestaan kwam. Ben ik geweest? Toen namen zij stenen op om ze naar hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. In het voorbijgaan nu zag hij een mens die blind was van zijn geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft gezondigd? Deze man of zijn ouders dat hij blind werd geboren? Jezus antwoordde, nog deze man nog zijn ouders hebben gezondigd maar het is geschied opdat de werken gods in zijn geval openbaar gemaakt zouden worden wij moeten de werken doen van hem die mij gezonden heeft zolang het dag is de nacht komt waarin niemand kan werken zolang ik in de wereld ben ben ik het licht der wereld nadat hij deze dingen had gezegd spuilde hij op de grond en maakte met het speeksel slijk, en hij deed zijn slijk op de ogen van de man, en zei tot hem, Ga u wassen in het waterbekken van Siloam. Hetgeen wordt vertaald met uitgezonden. Hij dan ging heen en waste zich en kwam ziende terug. De buren nu, en zij die hem vroeger als bedelaar hadden gezien, zeiden, Is dit niet de man die altijd zat te bedelen? Sommigen zeiden, Ja, hij is het. Anderen zeiden: Volstrekt niet, hij lijkt alleen op hem. De man zei: Ik ben het. Dient ten gevolge zeiden zij tot hem: Hoe zijn uw ogen dan geopend? Hij antwoordde: De mens die Jezus wordt genoemd, maakte slijk en streek dit op mijn ogen en zei tot mij: Ga naar Siloam en was u. Ik ben dus gegaan en waste mij en werd ziende. Hierop zeiden zij tot hem: Waar is die man? Hij zei: Ik weet het niet. Zij brachten hem, de gewezen blinde, naar de Fariseeën. Nu was het sabbat op de dag dat Jezus het slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend. Ditmaal vroegen daarom ook de Fariseeën hem hoe hij ziende was geworden. Hij zei tot hen: Hij deed slijk op mijn ogen, en ik waste mij, en nu kan ik zien. Toen zeiden sommige der farizeeën deze mens is niet van God, want hij onderhoudt de Sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een mens die een zondaar is, dat soort van tekenen verrichten? Er was dus verdeeldheid onder hen. Daarom zeiden zij wederom tot de blinde: Wat zegt gij van hem, daar hij uw ogen heeft geopend? De man zei: Hij is een profeet. De Joden geloofden echter niet aangaande hem. Dat hij blind was geweest en ziende was geworden, totdat zij de ouders hadden geroepen van de man die ziende was geworden. En zij vroegen hun: Is dit uw zoon, die volgens uw zeggen blind geboren is? Hoe komt het dan dat hij op het ogenblik ziet? Toen gaven zijn ouders een antwoord: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind is geboren, maar hoe het komt dat hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen heeft geopend, weten wij niet. Vraag het hem zelf, hij is meerderjarig, hij moet voor zichzelf spreken. Zijn ouders zeiden deze dingen omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden waren reeds overeengekomen dat iedereen die hem als Christus beleed, uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders: Hij is meerderjarig, ondervraag hem zelf. Terhalve riepen zij de mens die blind was geweest voor de tweede maal en zeiden tot hem: Geef heerlijkheid aan God. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Waarop hij antwoordde: Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik wel: dat ik, terwijl ik blind was, op het ogenblik zie. Zij dan zeiden tot hem: Wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: Ik heb het u reeds gezegd, en nochtans hebt gij niet geluisterd. Waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt gij soms ook zijn discipelen worden? Toen beschimpte zij hem en zeide, Gij zijt een discipel van die man, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes heeft gesproken, maar wat deze man aangaat, wij weten niet waar hij vandaan is. De mens gaf hun ten antwoord: Dit is stellig een wonder, dat gij niet weet van waar hij is, en toch heeft hij mijn ogen geopend. Wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand God is en zijn wil doet, dan luistert hij naar zo iemand. Van oudsher heeft men nog nooit gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene heeft geopend. Als deze man niet van God was, zou hij in het geheel niets kunnen doen. Zij gaven hem ten antwoord, Gij zijt geheel en al in zonde geboren, en leert gij nochtans ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden, en toen hij hem aantrof, zei hij: Stelt gij geloof in de zoon des mensen? De man antwoordde: En wie is hij, mijn heer, opdat ik geloof in hem kan stellen? Jezus zei tot hem: Gij hebt hem gezien, en bovendien is het degene die met u spreekt. Toen zei hij: Ik stel geloof in hem, heer, en hij bracht hem hulde. En Jezus zei: Tot dit oordeel ben ik in deze wereld gekomen, dat de nietzienden zouden zien, en de zienden blind zouden worden. Degene van de Farizeeën die bij hem waren, hoorde deze dingen, en zij zeiden tot hem: Zijn wij soms ook blind? Jezus zei tot hen: Als gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij: wij zien, uw zonde blijft. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: wie niet door de deur de schaapskooi binnengaat, maar op een andere plaats omhoog klimt, die is een dief en een plunderaar. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open, en de schapen luisteren naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij de naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij alle die van hem zijn naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde zullen ze geen zins volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze vergelijking sprak Jezus tot hen. Zij wisten echter niet wat de dingen te betekenen hadden die hij tot hen sprak. Daarom zei Jezus wederom: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Allen die in plaats van mij zijn gekomen, zijn dieven en plunderaars, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur, al wie door mij binnengaat, zal worden gered, en hij zal in en uit gaan en weide vinden. De dief komt alleen om te stelen en te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben en het in overvloed zouden hebben. Ik ben de voortreffelijke herder. De voortreffelijke herder doet afstand van zijn ziel ten behoeve van de schapen. De loonarbeider, die geen herder is en aan wie de schapen niet als zijn eigendom toebehoren, ziet de wolf komen. En laat de schapen in de steek, en vlucht. En de wolf rukt ze weg en verstrooit ze, omdat hij een loonarbeider is, en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de voortreffelijke herder, en ik ken mijn schapen, en mijn schapen kennen mij, evenals de vader mij kent, en ik de vader ken. En ik doe afstand van mijn ziel, ten behoeve van de schapen. En ik heb nog andere schapen die niet van deze kooi zijn. Ook die moet ik brengen, en zij zullen naar mijn stem luisteren, en zij zullen één kudde, één herder worden. Daarom heeft de vader mij lief, omdat ik afstand doe van mijn ziel, opdat ik ze wederom mogen ontvangen. Niemand heeft ze van mij afgenomen, maar ik doe er uit mijzelf afstand van. Ik heb autoriteit er afstand van te doen, en ik heb autoriteit ze wederom te ontvangen. Het gebod hiervoor heb ik van mijn vader ontvangen. Om deze woorden ontstond er opnieuw verdeeldheid onder de Joden. Velen van hen zeiden: Hij is door een demon bezeten en is waanzinnig. Waarom luistert gij naar hem? Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden van iemand die door een demon bezeten is. Kan een demon soms de ogen van blinden openen? In die tijd vond de Jeruzalem het inwijdingsfeest plaats. Het was winter, en Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. Toen kwamen de Joden in een kring om hem heen staan en zeiden tot hem, Hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons al ronduit. Jezus antwoordde hun, Ik heb het u gezegd, en nochtans gelooft gij niet. De werken die ik in de naam van mijn vader doe, die leggen getuigenis over mij af. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen stellig nooit worden vernietigd, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat mijn vader mij heeft gegeven, is groter dan alle andere dingen. En niemand kan ze uit de hand van de Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Weer namen de Joden stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele voortreffelijke werken van de Vader getoond. Om welke van die werken stenigt gij mij? De Joden antwoordde hem: Wij stenigen u niet om een voortreffelijk werk, maar om lastering. Ja, omdat gij Hoewel gij een mens zijt, u zelf tot een God maakt. Jezus antwoordde hun: Staat er niet in uw wet geschreven? Ik heb gezegd: gij lieden zijt goden? Indien hij degene tegen wie het woord Gods gericht werd, goden heeft genoemd, en de schrift toch niet krachteloos gemaakt kan worden. Zegt gij dan tot mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd, gij lastert? Omdat ik heb gezegd: Ik ben Gods zoon. Indien ik de werken van mijn vader niet doe, gelooft mij niet. Maar indien ik ze wel doe, gelooft dan de werken, ook al gelooft gij mij niet, opdat gij te weten moogt komen en moogt blijven weten dat de vader in eendracht met mij is, en ik in eendracht met de vader ben. Zij probeerden derhalve opnieuw hem te grijpen, maar hij stelde zich buiten hun bereik. En hij begaf zich weer naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst had gedoopt, en bleef daar. En velen kwamen tot hem en zeiden: Johannes heeft weliswaar geen enkel teken verricht, maar alles wat Johannes over deze man zei was waar. En velen stelden daar geloof in hem. Nu was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Marta. Het was in feite de Maria die de Heer met welriekende olie had ingewreven, en zijn voeten met haar haren had afgedroogd, wier broer Lazarus ziek was. Daarom zonder zijn zusters en bericht zeggende: Heer, zie, degene voor wie gij genegenheid hebt, is ziek. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte heeft niet de dood ten doel, maar is tot de heerlijkheid Gods. Opdat de zoon van God erdoor verheerlijkt mogen worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij echter hoorde dat hij ziek was, bleef hij toch nog twee dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tot de discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, nog kort geleden probeerden de Judeërs u te stenigen. En gaat gij er nu weer heen? Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren van daglicht? Indien iemand in het daglicht loopt, stoot hij nergens tegenaan, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar indien iemand s'nachts loopt, stoot hij ergens tegenaan, omdat het licht niet in hem is. Deze dingen zei hij, en hierna zei hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is gaan rusten. Maar ik ga erheen om hem uit de slaap te wekken. Daarom zeiden de discipelen tot hem: Heer, indien hij is gaan rusten, zal hij beter worden? Jezus had echter van zijn dood gesproken, maar zij meenden dat hij sprak van het rusten in de slaap. Toen zei Jezus daarom ronduit tot hen: Lazarus is gestorven. En ter wille van u verheug ik mij dat ik daar niet was, opdat gij moogt geloven. Maar laten wij naar hem toe gaan. Daarom zei Thomas, die de tweeling werd genoemd, tot zijn medediscipelen: Laten wij ook gaan, om met hem te sterven. Bij zijn aankomst dan bevond Jezus dat hij al vier dagen in het herinneringsgraf lag. Nu lag Bethanië dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer drie kilometer. Vele van de Joden waren dan ook naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten betreffende hun broer. Toen Martha nu hoorde dat Jezus op komst was, ging ze hem tegemoet. Maria bleef echter thuis zitten. Martha dan zei tot Jezus: Heer, indien gij hier waart geweest, zou mijn broer niet zijn gestorven. En toch weet ik op het ogenblik dat al wat gij aan God vraagt, God u zal geven. Jezus zei tot haar: Uw broer zal opstaan. Martha zei tot hem: Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Wie geloof oefent in mij zal ook al sterft hij tot leven komen. En aan ieder die leeft en geloof oefent in mij zal stellig nooit sterven. Gelooft gij dit? Zij zei tot hem: Ja, Heer. Ik heb geloofd dat gij de Christus zijt, de Zoon Gods, degene die in de wereld komt. En toen zij dit had gezegd, ging zij heen en riep haar zuster Maria, terwijl zij heimelijk zei: De leraar is er en roept u. Toen de laatste dit hoorde, stond zij vlug op en ging naar hem toe. Jezus was in feite nog niet in het dorp gekomen maar bevond zich nog op de plaats waar Marta hem had ontmoet. Toen de Joden die met Maria in het huis waren en haar troosten, haar daarom vlug zagen opstaan en naar buiten gaan, volgden zij haar, in de veronderstelling dat zij naar het herinneringsgraf ging om daar te wenen. Toen nu Maria op de plaats aankwam waar Jezus zich bevond, viel zij, zodra zij hem zag, aan zijn voeten neer en zei tot hem, Heer, indien gij je waart geweest, zou mijn broer niet zijn gestorven? Toen Jezus haar dan zag wenen en de Joden die met haar waren meegekomen zag wenen, zuchtte hij in de geest en werd verontrust en hij zei: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heer, kom en zie. Jezus begon te wenen. Toen zeiden de Joden: Zie je eens wat een genegenheid hij voor hem had. Maar sommigen van hen zeiden: Kon deze man, die de ogen van de blinden heeft geopend, niet verhinderen dat deze stierf? Na wederom in zichzelf te hebben gezucht, kwam Jezus dan bij het herinneringsgraf. Het was in feite een grot, en er lag een steen tegenaan. Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de overledene, zei tot hem: Heer, hij moet nu al rieken, want hij is reeds vier dagen dood. Jezus zei tot haar: Heb ik u niet gezegd dat gij de heerlijkheid Gods zoudt zien, indien gij zoudt geloven? Daarom namen zij de steen weg. Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Vader. Ik dank u dat gij mij hebt verhoord. Ik wist wel dat gij mij altijd verhoord, maar te wille van de schare die rondom staat, heb ik gesproken, opdat zij zouden geloven dat gij mij hebt uitgezonden. En toen hij deze dingen had gezegd, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. De man die dood was geweest, kwam naar buiten. Zijn voeten en handen met zwachtels gebonden, en een doek om zijn gelaat gebonden. Jezus zei tot hen, Maak hem los en laat hem gaan. Vele van de Joden dan die naar Maria waren gekomen en aanschouwden wat hij had gedaan, stelden geloof in hem. Maar sommige van hen gingen naar de fariseeën en vertelden hun de dingen die Jezus had gedaan. De overpriesters en de fariseeën riepen erom het Sanhedrin bijeen en zeiden, wat staat ons te doen? Want deze mens verricht vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen ze allemaal geloven in hem stellen. En de Romeinen zullen komen en zowel onze plaats als onze natie wegnemen. Maar iemand van hen, Kajafas, die dat jaar hoge priester was, zei tot hen: Gij weet volstrekt niets. En gij overweegt niet dat het in uw belang is dat één mens sterft ten behoeve van het volk. En niet de gehele natie wordt vernietigd. Dit zei hij evenwel niet uit zichzelf, maar omdat hij dat jaar priester was, profeteerde hij dat Jezus voor de natie moest sterven. En niet voor de natie alleen, maar opdat hij ook de kinderen gods, die naar alle kanten zijn verstrooid, tot één zou vergaderen. Van die dag af dan beraadslaagden zij om hem te doden. Jezus wandelde daarom niet meer in het openbaar onder de Joden. Maar vertrok van daar naar het land, nabij de wildernis, naar een stad Efraïm geheeten, waar hij met de discipelen verbleef. Nu was het Pasja der Joden nabij, en vele mensen uit het land gingen voor het Pasja naar Jeruzalem op om zich ceremonieel te reinigen. Zij zochten derhalve naar Jezus en zeiden tot elkaar, terwijl zij in de tempel stonden: Wat is uw mening? Dat hij helemaal niet naar het feest zal komen? De overpriesters en de Farizeeën Hadden namelijk bevel gegeven dat wanneer iemand te weten kwam waar hij was, hij het te kennen moest geven, opdat ze hem konden grijpen. Zes dagen voor het dan, kwam Jezus te Bethanië aan, waar Lazarus was, die door Jezus uit de doden was opgewekt. Daarom rechten zij daar een avondmaal voor hem aan en Marta bediende, maar Lazarus was een van degenen die met hem aan tafel aanlagen. Maria nu. Nam een pond welriekende olie, echte en zeer kostbare nardes, en zij wreef de voeten van Jezus ermee in en droogde zijn voeten met haar haren af. Het huis werd vervuld met de geur van de welriekende olie. Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen die op het punt stond hem te verraden, zei: Waarom is deze welriekende olie niet voor 300 denari verkocht en aan de armen gegeven? Dit zei hij echter niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en de geldkist had en gewoon was het daarin gestorte geld weg te dragen. Daarom zei Jezus: Laat haar begaan, opdat zij dit gebruik en acht kan nemen met het oog op de dag van mijn begrafenis, want de armen hebt gij altijd bij u, maar mij zult gij niet altijd hebben. Een grote schare der Joden dan komt te weten dat hij daar was. En zij kwamen niet alleen om Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de doden had opgewekt. De overpriesters beraadslaagden nu om ook Lazarus te doden, omdat om hem vele der Joden daarheen gingen en geloof stelden in Jezus. Toen de grote schare die naar het feest was gekomen de volgende dag hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen en gingen hem tegemoet. En zij riepen: Red toch! Gezegend is hij die komt in Jehovah's naam, ja, de koning van Israël. Toen Jezus echter een jonge ezel had gevonden, zat hij daarop, zoals er geschreven staat: Vrees niet, dochter Sions, zie, uw koning komt, gezeten op een veulen van een ezelin. Aanvankelijk sloegen zijn discipelen geen acht op deze dingen, maar toen Jezus werd verheerlijkt, toen herinnerden zij zich dat dit alles over hem geschreven stond en dat zij dit ten aanzien van hem hadden gedaan. De schare dan die bij hem was toen hij Lazarus uit het herinneringsgraf riep en hem uit de doden opwekte bleef getuigenis afleggen. Daarom ging de schare hem ook tegemoet omdat zij hoorden dat hij dit teken had verricht. De farizeeën zeiden er half onder elkaar: Gij ziet dat gij absoluut niets bereikt. Zie, de wereld is hem achter nagelopen nu waren er onder hen die optrokken om op het feest te aanbidden enige Grieken deze dan gingen naar Filippus toe die uit Bethsaida in Galilea was en richt het verzoek tot hem zeggende mijn heer wij willen Jezus zien Filippus ging het aan Andreas zeggen Andreas en Filippus gingen het aan Jezus zeggen maar Jezus antwoordde hun en zei het uur is gekomen Waarin de zoon des mensen verheerlijk moet worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: indien een tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij slechts één korrel. Maar indien hij sterft, draagt hij veel vrucht. Hij die ten zeerste gesteld is op zijn ziel, vernietigt ze. Maar hij die zijn ziel in deze wereld haat, zal ze bewaren voor het eeuwige leven. Wil iemand mij dienen? Dan moet hij mij volgen, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel verontrust, en wat zal ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Niettemin ben ik juist hierom tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Daarom kwam er een stem uit de hemel: Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken. De schare dan, die rondom stond en het hoorde, zei dat het had gedonderd. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. Jezus gaf ten antwoord: Deze stem is niet om mijnent wil geschied, maar om uwent wil. Nu wordt er een oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de heerser van deze wereld worden buitengeworpen. Nochtans zal ik, wanneer ik van de aarde ben omhoog geheven, mensen van alle soorten tot mij trekken. Dit zei hij in werkelijkheid, om aan te duiden wat voor soort van dood hij op het punt stond te sterven. Daarom antwoordde de schare hem: Wij hebben uit de wet gehoord. Dat de Christus in eeuwigheid blijft? En hoe kunt gij dan zeggen dat de Zoon des Mensen omhoog geheven moet worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus zei derhalve tot hen: Nog een korte tijd zal het licht onder u zijn. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet mogen overweldigen. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Oefent geloof in het licht, terwijl gij het licht hebt, ten einde zonen van het licht te worden. Deze dingen sprak Jezus, en hij ging heen en verborg zich voor hen. Maar ofschoon hij zoveel tekenen voor hun ogen had verricht, stelden zij geen geloof in hem, zodat het woord van de profeet Jezaja werd vervuld, dat hij gesproken heeft: Jehovah. Wie heeft geloof gesteld in hetgeen door ons is gehoord? En aan wie is de arm van Jehovah geopenbaard? De reden waarom zij niet konden geloven, is dat Jezaja wederom heeft gezegd, Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met hun ogen zouden zien en met hun hart de gedachten zouden begrijpen en zich zouden omkeren en ik hen gezond zou maken. Jezaja heeft deze dingen gezegd, omdat hij zijn heerlijkheid heeft gezien, en hij heeft over hem gesproken. Toch stelden zelfs vele van de regeerders werkelijk geloof in hem. Maar vanwege de Farizeeën beleden zij hem niet, om niet uit de synagoge te worden geworpen. Want zij hadden de heerlijkheid der mensen zelfs nog meer lief dan de heerlijkheid van God. Jezus riep echter uit en zei. Wie gelooft stelt in mij, stelt niet alleen geloof in mij, maar ook in hem die mij heeft gezonden. En hij die mij aanschouwt, aanschouwt ook hem die mij heeft gezonden. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat er ieder die geloof stelt in mij, niet in de duisternis blijft. Maar indien iemand mijn woorden hoort en ze niet bewaart, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij minacht en mijn woorden niet aanneemt, heeft iemand die hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken zal hem oordelen op de laatste dag, want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij heeft gezonden, heeft mij zelf een gebod gegeven aangaande hetgeen ik moet zeggen en spreken. Ook weet ik dat zijn gebod eeuwig leven betekent. De dingen die ik daarom spreek, spreek ik zoals de Vader ze mij heeft gezegd. Omdat Jezus nu, voor het Paschafeest, wist dat zijn uur was gekomen om uit de wereld naar de Vader te gaan, had hij de zijnen die in de wereld waren en die hij had lief gehad, tot het einde toelief. Terwijl het avondmaal daarom aan de gang was, en toen de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, reeds in het hart had gegeven om hem te verraden, stond hij, daar hij wist dat de Vader alle dingen in zijn handen had gegeven en dat hij van God was uitgegaan en tot God heen ging, van het avondmaal op en legde zijn bovenklederen af. En hij nam een handdoek en omgorde zich. Daarna deed hij water in een kom en begon de voeten van de discipelen te wassen. En ze met de handdoek waarmee hij omgord was af te drogen. Zo kwam hij ook bij Simon Petrus. Hij zei tot hem: Heer, wast gij mijn voeten? Jezus gaf hem ten antwoord: Wat ik doe, begrijpt gij op het ogenblik niet, maar gij zult het na deze dingen begrijpen. Petrus zei tot hem: Gij zult mijn voeten stellig nimmer wassen. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Simon Petrus zei tot hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tot hem: Wie zich heeft gebaat, behoeft niet meer dan zijn voeten te laten wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Hij wist immers. Wie hem zou verraden. Daarom zei hij, niet allen zijt Gij rein. Toen hij nu hun voeten had gewassen en zijn bovenkleden had aangetrokken en zich weer aan tafel had neergelegd, zei hij tot hen: weet gij wat ik u heb gedaan? Gij spreekt mij aan als leraar en Heer, en gij zegt dat terecht, want dat ben ik. Indien ik daarom, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen dan behoort ook gij de voeten van elkaar te wassen. Want ik heb u het voorbeeld gesteld, opdat ook gij zou doen zoals ik u heb gedaan. Voor waarvoor waar, ik zeg u, een slaaf is niet groter dan zijn meester, nog is iemand die wordt uitgezonden, groter dan degene die hem heeft gezonden. Indien gij deze dingen weet, gelukkig zijt gij als gij ze doet. Ik spreek niet van u allen, ik weet wie ik heb uitgekozen, maar het is opdat de schriftuurplaats vervuld zou worden. Hij die zich met mijn brood placht te voeden, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Vanaf dit ogenblik vertel ik het u, voordat het gebeurt, opdat gij, wanneer het gebeurt, moogt geloven dat ik het ben. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: wie iemand ontvangt die ik zend, ontvangt ook mij. En wie mij ontvangt. Ontvangt ook Hem die mij heeft gezonden. Nadat Jezus deze dingen had gezegd, werd Hij verontrust in de geest, en Hij legde getuigenis af en zei: Voorwaar, voorwaar ik zeg U, één van U zal mij verraden. De discipelen keken elkaar aan, in het onzekere over wie Hij het zei. Aan Jezus' boezem lag één van Zijn discipelen aan. En Jezus had hem lief. Simon Petrus knikte hem derhalve toe en zei tot hem: Zeg wie het is over wie hij het zegt. De laatste leunde toen achterover tegen Jezus borst en zei hem: Heer, wie is het? Jezus dan antwoordde: Het is degene aan wie ik de beten zal geven die ik indoop. Naderom de beten te hebben ingedoopt, nam hij ze en gaf ze aan Judas de zoon van Simon Iskariot en na de beten voer Satan in hem daarom zei Jezus tot hem wat gij doet doe dat met nog meer spoed maar niemand van de aanliggende wist met welk doel hij dit tot hem zei aangezien Judas de geldkist had meenden sommigen in feite dat Jezus tot hem zei koop de dingen die wij voor het feest nodig hebben of dat hij iets aan de armen moest geven Nadat hij nu de beten had ontvangen, ging hij onmiddellijk naar buiten. En het was nacht. Toen hij dan naar buiten was gegaan, zei Jezus: Nu wordt de zoon des mensen verheerlijkt. En God wordt verheerlijkt in verband met hem. En God zelf zal hem verheerlijken. En hij zal hem onmiddellijk verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort ben ik bij u. Gij zult mij zoeken. En zoals ik tot de Joden heb gezegd: Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zo zeg ik het op het ogenblik ook tot u. Ik geef u een nieuw gebod: dat gij elkaar lief hebt, net zoals ik u heb lief gehad, dat gij ook elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt. Simon Peterus zei tot hem: Heer, waar gaat Gij naartoe? Jezus antwoordde, Waar ik heen ga, kunt Gij mij nu niet volgen, maar Gij zult later volgen. Peter zei tot hem, Heer, waarom kan ik U op het ogenblik niet volgen? Ik zal ten behoeve van U afstand doen van mijn ziel. Jezus antwoordde, Zult Gij ten behoeve van mij afstand doen van uw ziel? Voorwaar, voorwaar ik zeg u, er zal geen zins een haan kraaien, voordat gij mij driemaal hebt verlogend. Laat uw hart niet verontrust worden. Oefen geloof in God, oefent ook geloof in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En wanneer ik heen ga en een plaats voor u bereid, zo kom ik terug en zal u thuis bij mij ontvangen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij. Indien gij lieden mij had gekend, Zoudt gij ook mijn vader hebben gekend. Van dit ogenblik af kent gij hem en hebt gij hem gezien. Filippus zei tot hem, Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, Nu ben ik al zo'n lange tijd bij u lieden geweest En nog hebt gij mij niet leren kennen, Philippus. Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien. Hoe kunt gij dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in een eendracht met de Vader ben, en de Vader in een eendracht met mij is? De dingen die ik tot u liede zeg, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in een eendracht met mij blijft, doet zijn werken. Geloof mij dat ik in een eendracht met de Vader ben, en de Vader in een eendracht met mij is. Of anders geloof om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: wie geloof oefent in mij, zal ook zelf de werken doen die ik doe, en hij zal grotere werken dan deze doen, omdat ik heen ga naar de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in verband met de Zoon verheerlijkt mogen worden. Indien gij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij liefhebt. Zult gij mij geboden onderhouden? En ik zal de vader een verzoek doen, en hij zal u een andere helper geven om voor altijd bij u te zijn. De geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en is in u. Ik zal u niet beroofd achterlaten, ik kom tot u. Nog een korte tijd. En de wereld zal mij niet meer aanschouwen, maar Gij zult mij aanschouwen, want ik leef, en Gij zult leven. Op die dag zult Gij weten dat ik een eendracht met mijn Vader ben, en Gij een eendracht met mij zijt, en ik een eendracht met U ben. Wie mijn geboden heeft en ze onderhoudt, hij is het die mij lief heeft, en wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden, en ik zal hem lief hebben. En zal mij duidelijk aan hem laten zien. Judas, niet Iskariot, zei tot hem: Heer, wat is er gebeurd dat Gij van plan zijt U duidelijk aan ons te laten zien en niet aan de wereld? Jezus gaf hem ten antwoord: Indien iemand mij lief heeft, zal Hij mijn woord onderhouden, en mijn Vader zal Hem lief hebben, en wij zullen tot Hem komen en bij Hem gaan wonen. Wie mij niet lief heeft, Onderhoud mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is niet van mij, maar behoort de Vader toe, die mij heeft gezonden. Tijdens mijn verblijf bij u heb ik deze dingen tot u gesproken. Maar de helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal u alle dingen leren, en alle dingen welke ik u heb gezegd, in uw herinnering terugbrengen. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust worden of van vrees ineenkrimpen. Gij hebt gehoord dat ik tot u heb gezegd, ik ga heen en kom tot u terug. Indien gij mij lief had, zoudt gij u verheugen dat ik heen ga naar de Vader, want de Vader is groter dan ik. Ik heb het u nu daarom gezegd, voordat het geschiet. Opdat gij, wanneer het geschiet, moogt geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de Heerser van de wereld is op komst, en hij heeft geen vat op mij. Maar opdat de wereld mogen weten dat ik de Vader lief heb, doe ik zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, en laten wij hier vandaan gaan. Ik ben de ware Wijnstok. En mijn vader is de bebouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze meer vrucht mag dragen. Gij zijt reeds rein vanwege het woord dat ik tot u heb gesproken. Blijf in eendracht met mij, en ik in eendracht met u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, indien ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet. Indien gij niet in eendracht met mij blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranke. Wie in eendracht met mij blijft en ik in eendracht met hem, die draagt veel vrucht. Want afgescheiden van mij kunt gij in het geheel niets doen. Indien iemand niet in eendracht met mij blijft, wordt hij als rank buitengeworpen en verdroogd. En men raapt die ranken bijeen en gooit ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in eendracht met mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij ook wenst, en het zal u geschieden. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht blijft dragen en u mijn discipelen betoont. Evenals de vader mij heeft liefgehad en ik u heb liefgehad, zo blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven. Evenals ik de geboden van de Vader heb onderhouden en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot U gesproken, opdat mijn vreugde in U mogen zijn en Uw vreugde volkomen mogen worden. Dit is mijn gebod: dat Gij elkaar lief hebt, net zoals ik U heb lief gehad. Iemand kan geen grotere liefde hebben dan dat Hij afstand doet van zijn ziel ten behoeve van zijn vrienden. Gij zijt, Mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet langer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want alle dingen die ik van mijn vader heb gehoord, heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. En ik heb u aangesteld, opdat gij zout heengaan en vrucht zout blijven dragen, en dat uw vrucht zout blijven, opdat wat gij de Vader ook vraagt in mijn naam, hij het u zou geven. Deze dingen gebied ik u, dat gij elkaar lief hebt. Indien de wereld u haat, gij weet dat ze mij eerder dan u heeft gehaat. Als gij een deel van de wereld zou zijn, zou de wereld een zeerste gesteld zijn op wat haar toebehoort. Daar gij echter geen deel van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen. Daarom haat de wereld u. Denk aan het woord dat ik tot u heb gezegd. Een slaaf is niet groter dan zijn meester. Indien zij mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen. Indien zij mijn woord hebben onderhouden, zullen ze ook het uwe onderhouden. Maar zij zullen u al deze dingen aandoen wegens mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij heeft gezonden. Indien ik niet was gekomen en niet tot hen had gesproken, zouden zij geen zonde hebben. Maar nu hebben zij geen verontschuldiging voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Indien ik onder hen niet de werken had gedaan die niemand anders heeft gedaan, zouden zij geen zonde hebben. Maar nu hebben zij zowel mij als mijn vader, en gezien, en gehaat. Maar het woord moest worden vervuld dat in hun wet staat geschreven. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Wanneer de helper gekomen zal zijn, die ik u van de Vader zal zenden, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die getuigenis over mij afleggen. En gij moet op uw beurt getuigenis afleggen, want gij zijt bij mij geweest sinds ik begon. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet tot struikelen wordt gebracht. De mensen zullen u uit de synagoge werpen. Ja, het uur komt. Waarin een ieder die u dood zal menen God en heilige diensten hebben bewezen. Zij zullen deze dingen echter doen, omdat zij nog de vader, nog mij hebben leren kennen. Niettemin heb ik deze dingen tot u gesproken, opdat, wanneer het u ervoor gekomen zal zijn, gij u zult herinneren dat ik ze u heb gezegd. Aanvankelijk heb ik u deze dingen evenwel niet gezegd, omdat ik bij u was. Maar nu ga ik naar hem. Die mij heeft gezonden, en toch vraagt niemand van u mij: Waar gaat gij heen? Omdat ik deze dingen echter tot u heb gesproken, is uw hart van droefheid vervuld. Toch zeg ik u de waarheid: het is in uw belang dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de helper geen zins tot u komen. Maar als ik wel heen ga, zal ik hem tot u zenden. En wanneer die gekomen zal zijn, zal hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van zonde, en van rechtvaardigheid, en van oordeel? In de eerste plaats van zonde, omdat zij geen geloof oefenen in mij. Vervolgens van rechtvaardigheid, omdat ik naar de varen ga, en gij mij niet meer zult zien. Dan van oordeel, omdat de heerser van deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt ze op het ogenblik niet dragen. Wanneer die echter gekomen zal zijn, de geest der waarheid, zal hij u in alle waarheid leiden, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar zal spreken al wat hij hoort en u de komende dingen bekendmaken. Die zal mij verheerlijken, want hij zal van het mijne ontvangen en het u bekendmaken. Alle dingen die de Vader heeft, zijn de mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij van het mijne ontvangt en het aan u bekendmaakt. Nog een korte tijd, en gij zult mij niet meer aanschouwen. En wederom, nog een korte tijd, en gij zult mij zien. Daarom zeiden sommige van zijn discipelen tot elkaar: Wat betekent dit dat hij tot ons zegt: Nog een korte tijd, en gij zult mij niet aanschouwen? En wederom, nog een korte tijd, en gij zult mij zien? En, omdat ik naar de Vader ga. Zij zeiden dus: wat betekent dit dat hij zegt een korte tijd? Wij weten niet waarover hij spreekt. Jezus wist dat zij hem wilden ondervragen, daarom zei hij tot hen: Informeert gij onder elkaar hiernaar dat ik gezegd heb, nog een korte tijd, en gij zult mij niet aanschouwen, en wederom, nog een korte tijd, en gij zult mij zien. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en wekelagen. Maar de wereld zal zich verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal in vreugde veranderen. Wanneer een vrouw gaat baren, is zij bedroefd omdat haar uur is gekomen. Maar wanneer zij het jonge kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de verdrukking, uit vreugde dat er een mens ter wereld is gekomen. Daarom hebt ook gij thans weliswaar droefheid, maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verheugen. En niemand zal u uw vreugde ontnemen. En op die dag zult gij mij geen enkele vraag stellen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien gij de Vader om iets vraagt, zal hij het u in mijn naam geven. Tot op de tegenwoordige tijd hebt gij geen enkel ding in mijn naam gevraagd. Vraagt, en gij zult ontvangen, opdat uw vreugde volkomen mogen worden. Deze dingen heb ik in vergelijkingen tot u gesproken. Het uur komt waarin ik niet meer in vergelijkingen tot u zal spreken, maar u duidelijk omtrent de Vader zal berichten. Op die dag zult gij in mijn naam vragen, en ik zeg u niet dat ik de Vader een verzoek betreffende u zal doen. Want de Vader zelf heeft genegenheid voor u, omdat gij genegenheid voor mij hebt gehad en hebt geloofd dat ik als de vertegenwoordiger van de Vader ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Voort, verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Zijn discipelen zeiden, Zie, nu spreekt gij duidelijk en uitgij u niet in een vergelijking. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en niet nodig hebt dat iemand u ondervraagt. Hierdoor geloven wij dat gij van God zijt uitgegaan. Jezus antwoordde hun, Gelooft gij op het ogenblik? Ziet, het uur komt, ja is gekomen, dat gij verstrooid zult worden, en ieder naar zijn eigen huis, en mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader met mij is. Deze dingen heb ik tot u gezegd, opdat gij door bemiddeling van mij vrede moogt hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar schept moed. Ik heb de wereld overwonnen. Deze dingen sprak Jezus, en terwijl hij zijn ogen ten hemel opsloeg, zei hij, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke, gelijk gij hem autoriteit over alle vlees hebt gegeven, opdat hij, wat het gehele aantal betreft van hen die gij hem hebt gegeven, hun eeuwig leven mogen geven. Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus. Ik heb u op de aarde verheerlijkt, daar ik het werk heb voleindigd dat gij mij te doen hebt gegeven. Daarom, vader, verheerlijk gij nu mij naast uzelf met de heerlijkheid die ik naast u had voordat de wereld was. Ik heb uw naam openbaar gemaakt aan de mensen die gij mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren van u, en gij hebt hen aan mij gegeven. En zij hebben uw woord onderhouden. Zij zijn nu te weten gekomen dat alle dingen die gij mij hebt gegeven van u zijn. Want de woorden die gij mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen, en zijn stellig te weten gekomen dat ik als uw vertegenwoordiger ben uitgegaan. En ze hebben geloofd. Dat gij mij hebt uitgezonden. Ik doe een verzoek betreffende hen. Ik doe geen verzoek betreffende de wereld, maar betreffende hen die gij mij hebt gegeven. Want zij zijn van u, en al het mijne is van u, en het uwe is van mij. En ik ben te midden van hen verheerlijkt. Ook ben ik niet langer in de wereld, maar zij zijn in de wereld, en ik kom naar u toe. Heilige Vader. Waak over hen ter wille van uw naam, die gij mij hebt gegeven, opdat zij één mogen zijn, zoals wij. Toen ik bij hen was, waakte ik steeds over hen ter wille van uw eigen naam, die gij mij hebt gegeven. En ik heb hen bewaard, en niet één van hen is vernietigd, behalve de zoon der vernietiging, zodat de schriftuurplaats is vervuld. Maar nu kom ik naar u toe en ik spreek deze dingen in de wereld. Opdat zij mijn vreugde ten volle in zich mogen hebben. Ik heb hen uw woord gegeven, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij geen deel van de wereld zijn, evenals ik geen deel van de wereld ben. Ik verzoek u niet hen uit de wereld te nemen, maar over hen te waken vanwege de goddeloze. Zij zijn geen deel van de wereld, evenals ik geen deel van de wereld ben. Heilig hen. Door middel van de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals Gij mij in de wereld hebt uitgezonden, heb ook ik hen in de wereld uitgezonden. En ik heilig mij ten behoeve van hen, opdat ook zij door middel van waarheid geheiligd mogen zijn. Niet alleen betreffende hen doe ik een verzoek, maar ook betreffende hen die door hun woord geloof in mij stellen, opdat zij alle één mogen zijn, evenals Gij, Vader, in eendracht met mij zijt. En ik in eendracht met u ben, dat ook zij in eendracht met ons mogen zijn, opdat de wereld mogen geloven dat gij mij hebt uitgezonden. Ook heb ik hun de heerlijkheid gegeven die gij mij hebt gegeven, opdat zij één mogen zijn, evenals wij één zijn. Ik in eendracht met hen en gij in eendracht met mij, dat zij volmaakt één mogen zijn, opdat de wereld mogen weten dat gij mij hebt uitgezonden en dat gij hen hebt liefgehad, evenals gij mij hebt liefgehad. Vader, met betrekking tot wat gij mij hebt gegeven, wens ik, dat waar ik ben, ook zij bij mij mogen zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij hebt gegeven, omdat gij mij hebt liefgehad, voor de grondlegging der wereld. Rechtsvaardige Vader, de wereld heeft u weliswaar niet leren kennen, maar ik heb u leren kennen. En deze zijn te weten gekomen, dat gij mij hebt uitgezonden. En ik heb een uw naam bekendgemaakt, en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad, in hen mogen zijn, en ik in eendracht met hen. Nadat Jezus deze dingen had gezegd, ging hij met zijn discipelen naar de overkant van de winterstroom Kidron, waar een tuin was, en hij en zijn discipelen gingen er naar binnen. Maar ook Judas, zijn verrader, kende de plaats, omdat Jezus er vele keren met zijn discipelen was samengekomen. Daarom nam Judas de afdelingssoldaten soldaten en de beambten van de overpriesters en van de fariseeën mee en kwam er met fakkels en lampen en wapens naartoe. Jezus dan, die wist wat er allemaal over hem ging komen, trad naar voren en zei tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden hem. Jezus de Nazarener. Hij zei tot hen, dat ben ik. Judas, nu, zijn verrader, stond ook bij hen. Toen hij echter tot hen zei, Dat ben ik, weken zij achteruit en vielen op de grond. Daarom vroeg hij hen nog eens: Wie zoekt gij? Zij zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij mij daarom zoekt, laat deze dan gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij had gezegd, van hen die gij mij hebt gegeven, heb ik er niet één verloren laten gaan. Simon Petrus nu, die een zwaard bij zich had, trok het en trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem met rechter oor af. De naam van de slaaf was Malchus. Jezus echter zei tot Petrus, steek het zwaard in zijn schede. Zou ik de beker die de Vader mij heeft gegeven niet stellig drinken? De afdelingssoldaten en de militaire bevelhebber en de beambten van de Joden grepen Jezus toen vast en boeiden hem. En zij voerden hem eerst naar Annas. Hij was namelijk de schoonvader van Kajafas, die dat jaar hogepriester was. Kajafas was in feite degene die de Joden de raad had gegeven, dat het in hun belang was dat één mens ten behoeve van het volk stierf. Simon Petrus nu als mede een andere discipel volgde Jezus. Die discipel was aan de hoge priester bekend en hij ging met Jezus de binnenplaats van de hoge priester op. Maar Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel die aan de hoge priester bekend was, ging erom naar buiten en sprak met de deurwachter en bracht Petrus binnen. Toen zei het dienstmeisje de deurwachter tot Petrus Zijt gij ook niet een van de discipelen van deze mens? Hij zei: Dat ben ik niet. De slaaf en de beambte nu stonden zich te warmen om een houtskoolvuur, dat ze hadden aangelegd omdat het koud was. Ook Peter stond bij hen en warmde zich. De overpriester dan ondervroeg Jezus over zijn discipelen en over zijn leer. Jezus antwoordde hem: Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb altijd onderwijs gegeven in een synagoge en in de tempel, waar alle Joden bijeenkomen, en ik heb niets in het geheim gesproken. Waarom ondervraagt gij mij? Ondervraag hen, die hebben gehoord wat ik tot hen heb gesproken. Zie, zij weten wat ik heb gezegd. Nadat hij deze dingen had gezegd, gaf een van de beambten die erbij stond, Jezus een klap in het gezicht en zei: Is dat de manier waarop gij de overpriester antwoord geeft? Jezus antwoordde hem: Indien ik verkeerd heb gesproken, leg dan getuigenis over het verkeerde af. Maar indien het goed was, waarom slaat gij mij? Daarop zond Annas hem geboeid naar de hogepriester Caiaphas. Simon Petrus nu stond zich te warmen. Toen zeiden ze tot hem: Zijt gij ook niet een van zijn discipelen? Hij ontkende het en zei: Dat ben ik niet. Een van de slaven van de hoge priester, die een bloedverwant was van de man wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: heb ik u niet in de tuin bij hem gezien? Maar Petrus ontkende het wederom. En onmiddellijk kraaide er een haan. Toen voerden zij Jezus van Caiaphas naar het paleis van de bestuurder. Het was nu vroeg in de morgen. Zelf gingen zij het paleis van de bestuurder echter niet binnen opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar het paasja zouden kunnen eten. Daarom kwam Pilatus naar buiten tot hen en zei, Welke beschuldiging brengt gij tegen deze mens in? Zij gaven hem ten antwoord, Indien hij geen kwaaddoener was, zouden wij hem niet aan u hebben overgeleverd. Daarop zei Pilatus tot hen, Neemt hem dan zelf en oordeelt hem volgens uw wet. De joden zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Zo zou het woord van Jezus worden vervuld dat hij had gezegd om aan te duiden wat voor soort van dood hij moest sterven. Pilatus dan ging weer het paleis van de bestuurder binnen en riep Jezus en zei tot hem: Zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde: Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over mij verteld? Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen natie en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: Mijn koninkrijk is geen deel van deze wereld. Indien mijn koninkrijk een deel van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar mijn koninkrijk is nu eenmaal niet uit deze bron. Daarom zei Pilatus tot hem, Wel nu, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, Gij zegt zelf dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. En ieder die aan de zijde van de waarheid staat, luistert naar mijn stem. Pilatus zei tot hem, Wat is waarheid? En na dit hebben gezegd, ging hij wederom naar buiten tot de Joden en zei tot hen, Ik vind geen schuld in hem. Bovendien bestaat er bij u een gebruik dat ik u op het pasja iemand vrijlaat. Wenst gij daarom dat ik u de koning der Joden vrijlaat? Toen schreeuwde zij weer en zeiden, Die niet, maar Barabbas. Barabbas nu was een rover. Toen nam Pilatus Jezus derhalve en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd en tooiden hem met een purperen bovenkleed. En zij traden op hem toe en zeiden: Goedendag, gij koning der Joden. Zij gaven hem ook klappen in het gezicht. En Pilatus ging weer naar buiten en zei tot hen: Ziet, ik breng hem naar buiten tot u. Opdat gij weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus kwam dus naar buiten, terwijl hij de doornen kroon en het purperen bovenkleed droeg. En hij zei tot hen: Ziet, de mens. Maar toen de overpriesters en de beambten hem zagen, schreeuwden zij en zeiden: Aan de paal met hem! Aan de paal met hem! Pilatus zei tot hen. Neemt gij hem dan en hangt hem aan een paal, want ik vind volstrekt geen schuld in hem. De Joden antwoordde hem: Wij hebben een wet, en volgens de wet moet hij sterven, omdat hij zichzelf tot Gods zoon heeft gemaakt. Toen Pilatus daarom dit woord hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging weer het paleis van de bestuurder binnen en zei tot Jezus. Waar zijt gij vandaan? Jezus gaf hem echter geen antwoord. Toen zei Pilatus tot hem: Spreekt gij niet tot mij? Weet gij niet dat ik autoriteit heb u vrij te laten en autoriteit heb u aan een paal te hangen? Jezus antwoordde hem: Gij zoudt in het geheel geen autoriteit hebben om tegen mij aan te wenden, als die u niet van boven verleend was. Daarom is de zonde van hem die mij aan u heeft overgeleverd groter. Om die reden bleef Pilatus naar een manier zoeken om hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden en zeiden: "Als gij deze man vrijlaat, zijt gij geen vriend van Caesar Een ieder die zichzelf koning maakt spreekt tegen Caesar." Daarom bracht Pilatus, nadat hij deze woorden had gehoord, Jezus naar buiten. En hij ging op een rechterstoel zitten, op een plaats die het stenen plavijsel wordt genoemd, maar in het Hebreeuws Gabata. Nu was het de voorbereiding van het pasja. Het was ongeveer het zesde uur. En hij zei tot de joden: Ziet, uw koning! Maar zij schreeuwden: Weg met hem! Weg met hem! Aan de paal met hem! Pilatus zei tot hen: zal ik uw koning aan een paal hangen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen andere koning dan Caesar. Toen gaf hij hem daarom aan hen over, opdat hij aan een paal gehangen zou worden. Daarop namen zij Jezus onder hun toezicht. En zelf de martelpaal dragend ging hij naar buiten, naar de zogenaamde schedelplaats. Die in het Hebreeuws Golgotha wordt genoemd. En daar hingen zij hem aan een paal, en met hem nog twee anderen: één aan deze en één aan die kant, maar Jezus in het midden. Pilatus schreef ook een titel en bracht die op de martelpaal aan. Er stond op geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Velen der Joden lazen deze titel derhalve, want de plaats waar Jezus aan een paal werd gehangen lag dicht bij de stad. En de titel was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De overpriesters van de Joden nu zeiden tot Pilatus: Schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij heeft gezegd: Ik ben koning der Joden. Pilatus antwoordde. Wat ik heb geschreven, heb ik geschreven. Toen de soldaten Jezus dan aan een paal hadden gehangen, namen zij zijn bovenklederen en deelden ze in vieren, voor iedere soldaat één deel, en het onderkleed. Maar het onderkleed was zonder naad, daar het aan één stuk was geweven van bovenaf. Daarom zeiden zij tot elkaar, Laten we het niet scheuren, maar er omloten van wie het zal zijn. Dit was, opdat de schriftuurplaats vervuld zou worden. Zij hebben mijn bovenklederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij er lot geworpen. En zo deden de soldaten deze dingen werkelijk. Bij de martelpaal van Jezus echter stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen u Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de discipel die hij lief had, zei hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Vervolgens zei hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Hierna. Toen Jezus wist dat nu alle dingen waren volbracht, zei hij: Opdat de schriftuurplaats volbracht zou worden: Ik heb dorst. Er stond daar een vat vol zure wijn. Daarom staken zij een spons vol zure wijn op een hiesopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus nu de zure wijn had ontvangen, zei hij: Het is volbracht, waarop hij het hoofd boog en de laatste adem uitblies. Toen richtte de joden, aangezien het voorbereiding was, opdat de lichamen niet op de Sabbat aan de martelpalen zouden blijven, want die dag was een grote Sabbatdag, tot Pilatus het verzoek dat men hun de benen zou breken en de lichamen zou wegnemen. Daarom kwamen de soldaten en braken de benen van de eerste man en die van de andere man, die met hem aan een paal was gehangen. Toen ze echter bij Jezus kwamen en zagen dat hij reeds dood was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en onmiddellijk kwam er bloed en water uit. En hij die het heeft gezien, heeft er getuigenis van afgelegd, en zijn getuigenis is waar, en die man weet dat hij ware dingen zegt. Opdat ook gij moogt geloven. In werkelijkheid hebben deze dingen plaatsgevonden opdat de schriftuurplaats vervuld zou worden, geen been van hem zal worden verbrijzeld. En wederom zegt een andere schriftuurplaats: zij zullen opzien naar degene die zij hebben doorstoken. Na deze dingen nu, richtte Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, tot Pilatus het verzoek het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus gaf hem toestemming. Daarom kwam hij en nam zijn lichaam weg. Ook Nicodemus, degene die de eerste maal in de nacht naar hem toe was gekomen, kwam en bracht een rol meren en aloe mee, ongeveer honderd pond. Zij dan namen het lichaam van Jezus en bonden het met de specerijen in winsels, zoals bij de Joden gebruikelijk is, Ter voorbereiding voor de begrafenis. Nu was er op de plaats waar hij aan een paal werd gehangen een tuin, en in de tuin een nieuw herinneringsgraf, waarin nog nooit iemand was gelegd. Wegens de voorbereiding van de Joden legde zij Jezus daar dan neer, omdat het herinneringsgraf dichtbij was. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg terwijl het nog donker was bij het herinneringsgraf en zag dat de steen reeds van het herinneringsgraf was weggenomen. Daarom liep zij snel naar Simon Petrus en naar de andere discipel voor wie Jezus genegenheid had, en zei tot hen: ze hebben de Heer uit het herinneringsgraf weggenomen en wij weten niet waar zij hem hebben gelegd. Daarop gingen Petrus en de andere discipel op weg naar het herinneringsgraf. Ja. De twee begonnen samen snel te lopen, maar de andere discipel snelde Petrus met grotere vaart vooruit en kwam het eerst bij het herinneringsgraf aan. En zich vooroverbukkend zag hij de winsels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus, die hem volgde, en hij ging het herinneringsgraf binnen. En hij zag de winsels liggen, ook de doek die op zijn hoofd was geweest, niet bij de winsels liggende maar afzonderlijk opgerold op één plaats. Toen ging daarom ook de andere discipel, die het eerst bij het herinneringsgraf was aangekomen, naar binnen. En hij zag en geloofde. Want zij onderscheiden nog niet de schriftuurplaats, dat hij uit de doden moest opstaan. Daarop gingen de discipelen naar huis terug. Maar Maria bleef buiten bij het herinneringsgraf staan wenen. Toen bukte zij zich al wenend voorover om in het herinneringsgraf te kijken. En zij zag op de plaats waar Jezus lichaam had gelegen, twee in het wit geklede engelen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde. En zij zeide tot haar: "Vrouw, waarom weent gij?" Zij zei tot hen: "Ze hebben mijn heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd." Nadat zij deze dingen had gezegd, Wende zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, maar zij onderscheidde niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? In de mening dat het de tuinman was, zei ze tot hem, Mijn Heer, mocht gij hem hebben weggedragen, zeg mij dan waar gij hem hebt gelegd, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws, Rabuni, wat leraar betekent. Jezus zei tot haar, klem u niet langer aan mij vast, want ik ben nog niet naar de Vader opgestegen. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw god Maria magdalena ging het nieuws aan de discipelen brengen Ik heb de heer gezien en dat hij deze dingen tot haar had gezegd Toen het dan laat was op die dag de eerste dag van de week en ofschoon de deuren van de verblijfplaats der discipelen op slot waren uit vrees voor de joden kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen Vrede zei u en nadit te hebben gezegd, toonde hij hun zowel zijn handen als zijn zijde. De discipelen dan verheugden zich toen zij de Heer zagen: Jezus zei daarom nogmaals tot hen, vrede zij u, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zend ik ook u. En nadit te hebben gezegd, blies Hij op hen en zei tot hen, ontvangt, Heilige Geest. Wie zonde Gij vergeeft. Hun zijn ze vergeven. Wie er zonde gij behoudt, hun zijn ze behouden. Thomas, een van de twaalf, die de tweeling werd genoemd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. Dienden gevolgen zeiden de andere discipelen tot hem: Wij hebben de Heer gezien. Maar hij zei tot hen: Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie, en mijn vinger niet in het teken van de nagelen steek, en mijn hand niet in zijn zijde steek. Zal ik stellig niet geloven. Acht dagen later nu waren zijn discipelen wederom binnen het huis. En Thomas was bij hen. Ofschoon de deuren op slot waren, kwam Jezus, en hij stond in hun midden en zei: Vrede, zij u. Vervolgens zei hij tot Thomas, leg uw vinger hier. En zie mijn handen. En neem uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar word gelovig. Thomas gaf hem ten antwoord: Mijn Heer en mijn God! Jezus zei tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft weliswaar nog vele andere tekenen in het bijzijn van de discipelen verricht, die niet in deze boekrol zijn opgetekend. Maar deze zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt hebben door middel van Zijn naam. Na deze dingen maakte Jezus zich wederom openbaar aan de discipelen, bij de zee van Tiberias. Maar hij maakte zich als volgt openbaar. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, die de tweeling werd genoemd, en Nathanael uit Kana en Galilea, en de zonen van Zebedeus, en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u mee. Zij gingen dan naar buiten en begaven zich in de boot, maar zij vingen, die nacht niets. Toen het echter net morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar de discipelen onderscheiden natuurlijk niet dat het Jezus was. Toen zei Jezus tot hen: Jonge kinderen, hebt gij soms wat te eten? Zij antwoordden hem: Nee. Hij zei tot hen: Werp het net aan de rechterkant van de boot uit, en gij zult iets vinden. Toen wierpen zij het uit, maar vanwege de menigte der vissen konden zij het niet meer binnenhalen. Daarom zei de discipel van wie Jezus veel hield tot Petrus: 'Het is de Heer!' Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, omgorde hij zich met zijn opperkleed, want hij was naakt, en sprong in de zee. De andere discipelen kwamen echter in de kleine boot, want zij waren niet ver van land, slechts ongeveer 90 meter. En zij sleepten het net met de vissen. Toen zij echter aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd, waarop vis lag en brood. Jezus zei tot hen: Haalt wat van de vis die gij juist hebt gevangen. Simon Petrus ging daarom aan boord en trok het net op het land, vol grote vissen, honderd stuks. Maar ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, Kom ontbijten. Geen der discipelen had de moed hem te vragen, Wie zijt gij? Want zij wisten dat het de Heer was. Jezus kwam dichterbij en nam het brood en gaf het hen, en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de discipelen verscheen sinds hij uit de doden was opgewekt. Toen zij dan hadden ontbeten, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij meer lief dan deze? Hij zei tot hem, Ja, heer, gij weet dat ik genegenheid voor u heb. Hij zei tot hem, Voed mijn lammeren. Wederom zei hij tot hem voor de tweede maal, Simon, zoon van Johannes, Hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: Ja, heer, gij weet dat ik genegenheid voor u heb. Hij zei tot hem: Wijd mijn schaapjes. Voor de derde maal zei hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij genegenheid voor mij? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zei: Hebt gij genegenheid voor mij? Daarom zei hij tot hem: Heer, gij weet alle dingen. Gij weet toch dat ik genegenheid voor u heb. Jezus zei tot hem: Voed mijn schaapjes. Voorwaar, voorwaar ik zeg u, toen gij jonger waart, deed gij zelf uw gordel om en gingt waarheen gij wildet. Maar wanneer gij oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en zal een ander u omgorden. En uw dragen waarheen gij niet wenst te gaan. Dit zei hij, om aan te duiden door wat voor soort van dood hij God zou verheerlijken. Toen hij dit dan had gezegd, zei hij tot hem: Blijf mij volgen. Toen Petrus zich omkeerde, zag hij dat de discipel van wie Jezus veel hield hen volgde. Degene die ook bij het avondmaal achterover had geleund tegen zijn borst en had gezegd: Heer, wie is het die u verraadt? Toen Petrus hem daarom gewaar werd, zei hij tot Jezus, Heer, wat zal deze man doen? Jezus zei tot hem, Indien het mijn wil is dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat u dat aan? Blijf gij mij volgen? Bij gevolg ging onder de broeders dit woord uit, dat die discipel niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Indien het mijn wil is dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat u dat aan? Dit is de discipel die getuigenis over deze dingen aflegt, en die deze dingen heeft geschreven. En wij weten dat het getuigenis dat hij geeft waar is. Er zijn in werkelijkheid nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan. En ik veronderstel, dat als ze ooit uitvoerig zouden worden beschreven, de wereld zelf, de geschreven boekrollen, niet zou kunnen bevatten.